Welkom bij Online Nederlands en welkom bij deze vierdelige serie over meervoudsvormen. Dit is de tweede aflevering en die gaat net als de eerste aflevering over meervoud op en. Alleen de meervoudsvormen op en die in deze aflevering worden behandeld zijn een stuk ingewikkelder. Ik heb ze weer onderscheiden van moeilijk naar. In dit geval nog moeilijker. Kijk maar, de eerste is echt lastig. De tweede nog lastiger. En de laatste het lastigst. Gelijk met de deur in huis vallen. De eerste, laten we maar eens kijken wat daar staat: Schip wordt schepen. Stad wordt steden. Overheid wordt overheden. Ja, ook hier kan ik eigenlijk weinig uitleggen. Waarom is deze categorie erg lastig? Nou, omdat je het gewoon moet onthouden. Ja, als het eindigt op heid, dan is het meervoud heden. Maar waarom stad dan steden is, ja, dat zul je gewoon moeten weten. Er zit niks anders op. Moet je onthouden. De volgende categorie. Daar hebben we wel te maken met regeltjes die we kunnen onthouden en toepassen. Kijk maar even. Bacterie wordt bacteriën. Melodie wordt melodieën en twee wordt tweeën. Let even op. Bacteriën, daarbij komt de trema op de laatste e van bacterie en dan een n erachter. Maar als je goed kijkt bij melodie, dan zie je dat er nog een extra e bij is gekomen en hetzelfde geldt voor twee. Kortom, bij woorden die eindigen op i of e, zoals melodie of 2, bij die woorden heb je de ene keer een extra e en de andere keer niet. Nou, waar ligt het aan? Hoe weet je of er een extra e bij moet komen of niet? Dat heeft alles te maken met de klemtoon. Zodra. De klemtoon op de laatste lettergreep zit, komt er een extra E bij. Dus als ik bijvoorbeeld heb melodie, dan zit de klemtoon op de laatste en komt er een extra E bij. Ik weet het, sommige mensen vinden het moeilijk om de klemtoon uh, te vinden, overdrijf het dan. Melodie, ik heb drie lettergrepen. Als de klemtoon op de eerste zou zitten, zou ik dus moeten zeggen, hé, hey, dat is een mooie melodie. Een melodie. Is het een melodie? Nee, dat klinkt niet goed. Of, hé, hey, dat is een mooie melodie. Niemand zegt melodie. Hé, hey, dat is een mooie melodie. Hé, hey, dit klinkt herkenbaar. Melodie, overdrijf het maar flink. Daar zit de klemtoon. We gaan het even oefenen met een paar woordjes. Fantasie. Zit de klemtoon op de laatste? Even zien. Fantasie, fantasie, fantasie. Ja, hij zit op de laatste, dus ik krijg een extra E. Kolonie. Zeg ik kolonie, kolonie of kolonie? Ik zeg kolonie. Dus op de tweede, lo, zit de klemtoon. Dus niet op de laatste dat betekent dat ik geen extra e krijg. Colonien heeft dus geen extra e. Ik kijk naar zee. Ja, zee heeft maar één lettergreep, dus daar zit automatisch ook de klemtoon op. Oftewel, ik krijg een extra e, want de enige lettergreep is gelijk ook de laatste lettergreep. Dus daar zit de klemtoon op. Even zien. Braderie. Zeg ik braderie of Braderie, of zeg ik braderie? Ik zeg die laatste. Het is een braderie. Kortom, ik krijg een extra e. Knie, ja, dat is hetzelfde verhaal als bij zee. Hij heeft maar één lettergreep, dus dat is automatisch ook de laatste. Dus ik krijg ook een extra e. En dan genie, zeg ik genie, of zeg ik genie? Ja, ik zeg die laatste. De klemtoon zit dus op de laatste lettergreep. Kortom. Genieën krijgt een extra E. We gaan weer terug naar het overzichtje. Echt lastig hebben we gehad. Nog lastiger hebben we gehad. En nu komen we bij het lastigst. Kijk maar even. Viezerik wordt Viezerikken. Met 1 K. Drumes wordt Dreumissen. Met 1 S. Maar barones. Wordt baronessen met dubbele s. Waarom heeft Vizerikken nou maar één k? Sterker nog, het klinkt zelfs als twee k's. Vizerikken. Ja, dus waarom niet die dubbele k en hetzelfde bij Dreumers? Waarom Dreumersen? Waarom niet die dubbele s? Nou. Dat heeft allemaal te maken met het volgende regeltje. Kijk goed. Als een woord eindigt op ik, it, et of es. En de klemtoon zit op die laatste lettergreep met ik, it, et, es. Dan komt er een extra letter bij. Dus zodra dat niet zo is, komt er ook geen extra letter bij. Het klinkt misschien een beetje verwarrend, maar met een paar voorbeeldjes wordt het hopelijk duidelijk. Eerste woordje. Monnik. Het eindigt op IK, dus nu moet ik alert zijn. Zeg ik monnik of zeg ik monnik? Nee, ik zeg monnik. Kortom, de klemtoon zit niet op de laatste lettergreep. Ik krijg dus ook geen extra K. Monniken is dus met één K. De volgende. Een kievit, dat is een soort vogeltje. Zeg ik kievit of zeg ik. Kiewit. Nee, ik zeg kiewit. Dus een meervoud heeft ook maar één T. Perzik. De klemtoon ligt op per. Want ik zeg namelijk niet: heb je voor mij nog een perzik? Nee, niemand wil een perzik. Iedereen wil een perzik. Oftewel, de klemtoon zit niet op de IK. Ik krijg bij meervoud dus ook geen extra K. Gaan we verder. Luiwammes. Even kijken hoor. Zeg ik luiwammes? Of ik zeg, zeg ik luiwammes? Of zeg ik luiwames? Nee, ik zeg luiwammes. De klemtoon zit niet op die laatste es. Nou, dan komt er dus ook geen extra s bij. We gaan weer verder. Blik. Ja, hallo, dat is simpel. We hebben maar één lettergreep. Dat betekent dus ook dat hij op de laatste zit, want de enige lettergeef is automatisch ook de laatste. Hij eindigt op IK, dus er moet een extra K bij voor het meervoud. Blikken. Barones. Zeg ik barones, of zeg ik barones, of zeg ik barones. Ik zeg barones. Het woord eindigt op ES, dus dat hoort bij dat rijtje dat daarboven staat. De klemtoon zit op de laatste. Dus ik krijg een extra S. Baronessen. De ene laatste. Slimmerik. Zeg ik slimmerik? Of zeg ik slimmerik? Of zeg ik slimmerik? Ja, misschien als je iemand kent die Rik heet en heel slim is, zeg je slimmerik. Maar dat is niet wat we hier bedoelen. We bedoelen slimmerik. Het woord eindigt op IK, maar de klemtoon ligt er niet op. Dus ik krijg ook geen extra K bij het meervoud. Slimmerikken is dus gewoon met 1 K. En dan een woordje waar mensen zich snel in vergissen als ze net dit regeltje hebben geleerd, namelijk dromedaris. Mensen kijken naar het woord en ze denken: Hé, hey, de klemtoon zit niet op de laatste letter G. Dus ik krijg geen extra S. Ja, jongens met die klemtoon. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar kijk eens even goed. Het woord eindigt op IS. Kijk nu eens hierboven. Het woord moet eindigen op IK, IT, ET of ES. Dit woord eindigt op IS. Dus dit regeltje is helemaal niet van toepassing. Dus dromedarische is gewoon met dubbel S. Ja, dus om dit goed te uh, kunnen schrijven, zul je dat regeltje echt moeten onthouden. Nou, we gaan weer even terug. We hebben nu gehad echt lastig, nog lastiger en het lastigst. En bij die laatste twee categorieën moest je steeds een regeltje onthouden met de klemtoon. Als de klemtoon op de laatste lettergreep zit, komt er een extra letter bij. Zit die niet op de laatste lettergreep, komt er ook geen extra letter bij. Onthoud dat en pas het toe. Ik dank je voor je aandacht.